vrolijke burgemeester naast je hebben staan, Arnold. Dat straalt je ook uit. Met goedemorgen en welkom op de Grote Markt. Bekend plaatje, maar wat is het een fantastische dag, hè? Ja, het viel mij op dat er al heel veel mensen aan het inlopen waren. Toen ik hier naartoe fietste, zag ik overal al lopers in de stad. Dus iedereen komt goed voorbereid aan de start. En ik ben benieuwd wat het allemaal op kan leveren vandaag, een nieuwe record. Maar deze loop, daar heb ik wel niets op doen. Maar deze loop die hoort ook gewoon in deze stad. Die is verbonden met deze stad. Ja, het is een hele lange traditie. Er worden hier veel feesten gevierd op de Grote Markt, waar het bier eigenlijk vloeit. Maar ik ben blij dat we ook een sportief evenement hebben. Dat moeten we ook zo houden de komende jaren. Dat vind ik ook. Thank you.
gaat het een beetje? Het gaat heel goed. En vanaf 1 oktober start de borstkampenmaat. Nu hebben wij een project gezien om aandacht te vestigen op deze twee grote belangrijke onderzoeken. Waar we hopelijk veel geld aan kunnen geven. Dat hopen we wel. En ja, we zien staan Jerry Buitendijk. Jerry, jij hebt een leuke check, hoop ik, namens ons allemaal hier. En dan kan het ook altijd nog meer gegeven worden. En trouwens, ik ben ook wel nieuwsgierig van erop staan, want alles is meegenomen. Het is in de originele kleur. Van de communicatiepartners van
Softball 1 en 2 Nederland. Van de IMB-groep van Ernst en Young. Op alle afstanden waren ze al een keer tweede. Dat is heel gelukkig aan de eerste rijvoort. Natuurlijk zijn ze erbij, net als 201 Fysiosport. Sport support uiteraard aan de start van Eindhoven. De titelverdedigers van het Timmerman Gasthuis. Zij zijn aan de start. Net als de NVM Haarlem Fluor BV. Inkost, Ahold, Kemi, de zorgspecialist, Eindhoven. Eurocross, de gemeente Haarlem met maar liefst 3 teams op de halve marathon. Ha, van de Bogaard, Haarlems bedrijf, zien Johan Enschede. Koopman International, de stichting Sint-Jacob, werkgevers in de sport. En uiteraard onze hoofdsponsor Zilver en Kruis Achmea. Zij zijn aan het strijden voor de Zilver en Kruis Achmea bedrijven. Arnold. Zo is het. En zo dadelijk hebben we de warm-up voor de kabouterloop. En dan zien we ook weer pre-sport hier op het podium. De dames die dan een warming-up gaan geven. Dus over een paar minuten de warming-up. Maak u zich vast daar klaar voor, hè? Want ik zie al die rode puntmutjes al klaarstaan om straks de warming-up te gaan doen. Geweldig! Ja, en respectvol applaus, dames en heren, voor de deelnemers van de halve marathon. En alle deelnemers, dames en heren, lopen met een chip in het startnummer. Maak je geen zorgen. Je tijd, je netto tijd gaat pas lopen als je onder de bocht van Race Timer doorkomt. En alle bruto netto tijden zijn te vinden voor de deelnemers op de Race Timer schermen voor het stadhuis van Haarlem. Ja, mooi. We wensen jullie allemaal een behouden vaart hier op de Grote Markt. Vanaf de Grote Markt, moet ik zeggen. We hebben bijna het stad van Leeg. Naar het startschot van Rob Rosen van Zilveren Kruis Achmea. Ja hoor, we hebben ze bijna allemaal onderweg. Binnen 3 minuten. Iedereen in gang, iedereen op weg vanaf de Grote Markt. En dat betekent Jannes Mulder, onze collega op de scooter achter de vertrouwde rug van Pas. Neem je armen een beetje mee. Dan gaan we even klappen. Let's stop. Hoge armen. Ik zie nog niemand meedoen. Kom op. Klap. 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 Oké, even lekker de schouders losmaken. Schouders. En de andere kant. Daarvoor. En even je hoofd. En wees het snel. Oké. Even springen. Kom.
dat hij de toet voorbij gaat komen. En zo draaien we. Hoppakee. Nu gaat het gebeuren. Met z'n drieën zijn de twee keer die aan de andere leiding. Dan nog hier de twee op de derde positie. En dan blijven ze nog steeds op dit moment met z'n drieën. Met z'n drieën bij elkaar, Jannes. Dat is goed. Zeker, Ronald. We gaan bijna de Ruigakerstraat in. Daar is het rechtsaf. En dan horen ze de DJ-tuk. En dan zien ze al die mensen staan. Duizenden mensen met Wapen van Bloemendaal. Op de Zeilzingel. Over de Zeilbrug. En dan is het nog 632 meter hier naar de Grote Markt. Kom naar het hek, zou ik zeggen. Kom naar de boorden. Op dit moment die Kipkoe met de timmerage. Het is Kipkoe weg. Die gaat weer voor hier achter de motor weg. Kipkoe weg. Het is op dit moment gewoon de Harvold die kan het voren. Kipkoe weg. En hier komt de nummer 4 aan. Shani Mustafa is onderweg. De grondwacht uit Marokko. Gaat hier binnenkomen in 1-0-9.